Lunchroom Fijn, de horecagelegenheid van Avelijn, verhuist van de Kerkstraat naar de openbare bibliotheek aan het Baken. De werknemers kijken uit naar de nieuwe uitdaging. De nieuwe locatie gaat Fijn Lunchen en Lezen heten en opent op 3 september. We hebben er echt heel veel zin in. We gaan verhuis naar de bibliotheek en het is gewoon een leuke nieuwe uitdaging voor ons. Dus, ja. Moeten jullie hier hard werken? Ja, de ene keer is het druk en de andere keer minder druk, maar ja, dat zoeken we weer andere taken op. Dus altijd wel wat te doen. Ja. Dus, ja. Hoe lang doe je dit werk al? Ik werk hier nu 1,5 jaar ongeveer. Ja. Dus. En wat voor opleiding heb je? Ik ben begonnen met een hoveniersopleiding en toen horeca en ja, en nu werk ik hier. Kan je nog wat leuks vertellen over klanten waarmee je in aanraking komt? Ja, het is gewoon heel veel. Ja, hier is meer een oudere doelgroep. Omdat we straks wat meer kregen. Maar met oudere mensen gaan ze ook hartstikke leuk. Dus ja, die hebben altijd leuke verhalen en altijd heel gezellig. Ik werk hier zelf nu al 4,5 jaar. En wij gaan helaas tot ieders grote spijt gaan wij verhuizen. En we zijn er eigenlijk ook wel best blij mee. Ja? Was het hier niet prettiger werken dan? Jawel, alleen wij hebben hier redelijk leuke tijden gehad. Ook minder leuke tijden natuurlijk met de collega's. Die moeten er ook zijn. En maar voor de rest, we zijn ook toe aan een nieuwe uitdaging qua collega's en qua personeel. Heb je al bekeken waar je komt te werken? Nee, we hebben nog niet echt bekeken waar we komen werken. Alleen wel via plattegrond en zo hebben we wel in beeld gekregen van hoe wij, waar we komen te zitten. En dat is dan toevallig bij de bibliotheek. Zeg, wat vind je van je werk? Ik vind het fantastisch om te doen. Ik kan me geen betere andere baan wensen. Ja. Leuke dingen meegemaakt? Ja, sowieso. Leuke collega's, leuk personeel, met de gasten goed contact. Het kan niet beter. Kan je ook eens wat vertellen van je contacten met de klanten eigenlijk? Ja, dat kan. We hebben dan zeg maar ook wel vaste gasten die hier komen en dan praten we af en toe mee. Daar spreken we de weekenden door, wat ze eventueel het weekend gaan doen. En er zijn toch altijd wel vaste gasten die gewoon altijd wel praatje hebben voor elkaar. En we hebben een praatje voor de gasten en andersom. En het blijft toch altijd doorgaan. Ja. Nou, ik wens je heel veel werkplezier daar in de bibliotheek. Ja, dankjewel.